Voor en door de Windmolenbroek was de eerste editie van het Mulnfestival. Maar natuurlijk was iedereen uit Almelo welkom. Het Nobberhoes, sportbedrijf Almelo, Avedan, de gemeente Almelo en tal van organisaties uit de wijk sloegen de handen ineen en organiseerden sportieve, creatieve, culturele en muzikale activiteiten. Er waren allerlei lekkere hapjes te genieten uit verschillende wereldkeukens. En hier gaan we niet blauw krijgen bij het hartje. Dit gaan we ook nog blauw. Ja, super. Ja, 1, 2, 3! We dansen de samba! We dansen de samba! Daar komt ie! La 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 la! Weet je veel? Voor één keer! We dansen de samba! We dansen de samba! We dansen de samba! La 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 la! Heel goed! Ik heb het vijf minuten maar lekker neer! De gemeente wil samen met de bewoners de groenzone rondom het winkelcentrum waar het festival werd gehouden verder ontwikkelen. Songwriter Henk Lammers bracht de stemming erin voordat wijkwethouder Margreet Overmeen-Bakhuis het festival officieel opende. Volgens mij onderschatten we heel vaak, ook bij de gemeente, hoe belangrijk bewoners zijn voor een wijk. Bewoners bepalen voor een heel groot deel hoe leuk het in de wijk is, of hoe leefbaar het in de wijk is, of hoe veilig het in de wijk is. En we denken vaak dat het ligt in stenen of in straten en dat soort dingen, maar het zijn de bewoners die er echt toe doen. En dat vind ik mooi aan vanmiddag.